Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. IDB komt Suriname tegemoet met financiële steun van 170 miljoen. Zuidwestgrenskwestie met Guyana wordt op constructieve wijze opgelost. En Diaspora Instituut Suriname bereidt zich voor op Diaspora Seminar 2.0. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank ondersteunt Suriname in het versterken van zijn openbaar bestuur en transparantiebeleid. Daartoe heeft de multilaterale investeringsbank een lening van $150 miljoen goedgekeurd. Ter ondersteuning van de 9e volks- en woningtelling is een bedrag van $20 miljoen vrijgemaakt. De leningsovereenkomsten zijn op dinsdag 12 december getekend door minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning en IDB-vertegenwoordiger Adriana Lafelli. Wij legden het volgende voor u vast. We hebben de ondertekening vandaag van twee overeenkomsten met de IDB. Eén is wat we noemen een policy-based loan voor $150 miljoen. En de tweede is een lening van $20 miljoen voor het statistisch systeem in Suriname, onder andere. En daar, onderdeel daarvan is de volkstelling in 2024. Als wij kijken naar geld, dan zien we dat er vorig jaar nog een policy-based loan is geweest van $150 miljoen. En nu een jaar later, precies een jaar later was vorig jaar december die $150 miljoen. Nu precies een jaar later nog eens een keer $150 miljoen aan policy-based loans. Het belangrijke hierbij is dat bij deze twee keer $150 miljoen leningen, dat oorspronkelijk de bedragen $100 miljoen waren. Maar dat de IDB goed luistert naar wat de behoeften zijn, goed luistert naar wat is het beleid, wordt er voortgang geboekt. De IDB heeft heel erg geholpen en doet dat nog steeds in de beleidsvoorbereiding. Het beleid om parastatale bedrijven, daar is veel werk in gezet. Het beleid om financial inclusion, daar is veel werk in gedaan. En recent nog samen met de Wereldbank, samen met de Universiteit van Suriname en met de Armoedecommissie in Suriname, de studie naar armoede in Suriname. En het primaire doel van deze studie is om beleid te maken. Maar wat uit die studie ook blijkt, is dat de armoedesituatie in ons land niet zo dramatisch is als vaak gezegd wordt. Wij zijn een mid-income country. We zijn een land waarin de inkomens niet de laagste zijn in de wereld. We zijn een land waarin de verdeling van inkomsten niet zo dramatisch is als mensen zeggen. When we approved last week the last operation, the PBL, it was recognized that the work that you're doing as a government is not easy. And we are here to support you. You're taking very tough decisions that will bring Suriname to the next level very quickly. Today we're signing two operations that are not only symbolic of the great effort and commitment you're doing towards more transparency, more data-driven policy decision making. It's a mouthful, it's not easy, because once data is there, now you have better tools to make more informed and better decisions in terms of how you allocate resources and your time and your priorities. As you mentioned, the analysis with the data that we disclosed recently proved that Suriname is on the right track, that Suriname is taking tough decisions, but the right decisions to distribute better wealth and to protect the most vulnerable in the most transparent way. And for that, I commend you, Minister. This comes also from Washington. Everybody recognizes that it's not easy. But we feel proud to be part of this exercise and this historical moment also
that you're passing. With the Transparency PBL, you're paving the path for more investment to come, for more investment to come and to stay, and more private sector to grow, more employment and more opportunities for people to stay in Suriname, which has been also a challenge in recent years. So I don't have much more to say. You mentioned it earlier, how big our pipeline is for next year. I'm very proud for that. And again, my only word is thank you for your trust. Thank you for being a partner. And thank you for pushing us also to do a better job. Because you also ask, with your experience and your team, you push us also to bring the best of what we can bring to the country. And thank you for that. Because if you don't push us, it's going to be too easy. Right, so thank you for that. And thank you for your trust. Suriname en Guyana zetten stappen naar een constructieve oplossing voor de Zuidwestgrenskwestie. Minister Albert Ramdien benadrukte tijdens een persconferentie op dinsdag 12 december de intense discussies over de cruciale vraag of de bovenquarantijn als voortzetting van de Quarantainrivier kan worden beschouwd. Guyana heeft een andere visie en ziet de Kuruni en Kutari als deze voortzetting. Ondanks eerdere mislukte pogingen van grenscommissies is er nu een hernieuwde diplomatieke inspanning van beide landen om tot een definitieve oplossing te komen. Ten aanzien van de Zuidwestgrens, waar gaat het om? De vraag is de bovenquarantijn de voortzetting van de quarantijn als hoofdbronrivier, of is dat de Kuruni of de Kutari? Die vraag kent u, die vraagstelling. Wij zeggen het is de bovenquarantijn. Guyana zegt het is de Kuruni en de Kutari. Beide zijn grenslanden. Er zijn verschillende grenscommissies geweest die in het verleden actief zijn geweest. Die hebben niet tot resultaat geleid. Er is weer een poging gewaagd. Wat ik hiermee aangeef, dat wij ons eigen proces hebben waarlangs wij de Zuidwestgrens bespreken. En nogmaals, ik gebruik het woord Tigri of andersoortige uitdrukkingen niet. Het is de Zuidwestgrens. Op 21 augustus 2012 zijn er afspraken gemaakt tussen de twee ministers van Binnenlandse Zaken om de grenskwestie aan te pakken. En grenscommissies te installeren. In 2013 zijn de grenscommissies geïnstalleerd op basis van de gesprekken tussen de twee presidenten van Suriname en Guyana toen. Dat was meneer Boutersen en meneer Ramotar. Die hebben afspraken gemaakt over dit proces. Dus dit is niet een unilaterale, een eenzijdige actie die wij hebben ondernomen om een nationale grenscommissie te benoemen en aan het werk te zetten. Dit is bilateraal, dus in overleg als uitvloeisel van overleg tussen twee presidenten. Dat is vastgelegd en daarom is er een proces, een traject uitgezet waarlangs de Zuidwestgrens wordt beoordeeld. En het mandaat is om aanbevelingen te doen aan de ministers van Binnenlandse Zaken van de Republiek van Guyana en de Republiek Suriname op welke wijze de uitstaande issues met betrekking tot de Guyana-Suriname grens op te lossen. En een van de eerste taken van de grenscommissie is om historische documenten te verzamelen, uit te wisselen met elkaar, zodat er een transparant proces is en gelijkwaardige informatie zijn. Ik zei al, in 2013 zijn de grenscommissies geïnstalleerd en er is veel werk verzet sindsdien. Er is archiefonderzoek gedaan in Suriname uiteraard, in Den Haag en in Londen.
een paar keren. Die documenten zijn uitgewisseld en rapporten zijn opgemaakt. De volgende stap is nu, en we hebben pas, was het eind vorig jaar, nog dit jaar, nog de finale rapporten gehad aan beide zijden. Het is een gedetailleerd proces, omdat wat je daar vastlegt, is dan gemeenschappelijk. Dus je moet er ook heel nauwkeurig, juridisch, historisch mee omgaan. Daarom duurt het zo lang. De volgende stap is dat de twee commissies bij elkaar komen en een eindrapport opmaken met de aanbevelingen met betrekking tot de Zuidwestgrens aan de beide ministers van Buitenlandse Zaken. Wij hebben aangedrongen om die gesprekken zo gauw mogelijk te voeren. Dit is niet nu, dit is al maanden gaande. En wij hopen dat binnenkort die gesprekken kunnen plaatsvinden. Dat is ten aanzien van de Zuidwestgrens. Wat u moet vasthouden is één, er is een apart traject, bilateraal afgesproken, herbevestigd, nog recentelijk, tussen de twee presidenten en mijzelf en mijn collega, dat dat het traject is. Misschien onderdeel van de ICJ-case. Wij gaan voort op dat traject. En dat is het traject wat voor ons legitiem is. We hebben in de tijd ook gehad, zoals bekend, in 2007 de Westzeegrens met Guyana. Dat is inmiddels opgelost. U kent de hele discussie daaromtrent. Daar wil ik verder niet op ingaan. Met betrekking tot de Oostgrens, dat is in Marowijne. En zo meteen gaan we naar het parlement om daar vragen te beantwoorden, omdat de overeenkomst met Frankrijk met betrekking tot de demarcatie van de Marowijne rivier tot aan Lawa ondertekend is en dus nu voor ratificatie gepresenteerd is aan het parlement. En die behandeling vindt nu toevallig plaats. We zullen daar ook antwoord geven op de gestelde vragen. Maar we moeten zeggen dat nooit een grenslijn was aangegeven. Als u interesse heeft in termen van de meer technische aspecten en de onderhandelingstechnische aspecten, dan kunnen we ambassadeur Koolhaarder vragen om u te informeren. U kan hem ook bilateraal vragen. Maar wat we nu hebben is een overeenkomst waarbij tot aan de Lawa er overeenstemming is. De samenvloeiing van de tot aan de samenvloeiing van de Litanies, Lawa en Marowijne rivier. Tot daar is er overeenstemming in termen van demarcatie. Er zijn veel eilanden in Marowijne rivier en dus sommige eilanden zijn gesplitst. Een deel is Frans, een deel is Surinaams. Daar is goed overleg over geweest. Op verschillende momenten heeft jaren geduurd. Er zijn technische rapportages enzovoorts gedaan. Alle voorbereidend werk. Er is in goed overleg dat gedaan. Het resterende traject zal binnenkort eigenlijk starten. Is eigenlijk gestart al. De grenscommissie heeft het mandaat om het vervolgtraject tot naar het zuidelijk punt aan de oostgrens te bespreken en bespreekbaar te maken. Het gaat om een relatief kleiner stuk gebied. Dus wat dat betreft moet ik zeggen dat aan de oostgrens wij een proces hebben, soortgelijk aan het proces aan de westgrens, maar aan de oostgrens hebben we meer vooruitgang geboekt tot nu toe. Ook voor wat betreft de maritieme grens is overeenstemming bereikt met Frans-Guyana aan de Franse zijde, dus dat is ook allemaal opgelost. Ik zei, misschien weet u dit niet, maar er zijn ook gesprekken met Barbados gaande, omdat ook daar sprake is van een overlapping van het continentaal plateau. Het gaat om een niet al te groot deel, maar in een tijd waarbij wij praten over ontwikkeling van het continentaal plateau voor bedrijf olie en gas, begrijpt u dat we beter duidelijkheid willen hebben dan dat het gewoon wordt gelaten zoals het is. Dus ook met Barbados zijn die gesprekken aan de gang in het noorden. Dat is ten aanzien van de stand van zaken met betrekking tot de oost- en de westgrens. Laat me dan eindigen met wat vanaf nu zal gebeuren. 1. Het ministerie blijft
heel nadrukkelijk actief op deze folio, portfolio. Alle drie gevallen, oostgrens, westgrens, de kwestie van Venezuela-Guyana, niet alleen in dat opzicht ten aanzien van grenzen, maar ook de mogelijke veiligheidsvraagstukken. Wij gaan daar op een professionele manier mee om. We moeten niet onderschatten het belang van de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Als dat niet goed wordt afgehandeld. Ik kan u garanderen dat wij het moment dat Guyana een kaart presenteert waarbij zij de grenzen presenteren zoals zij dat zien, dat wij ook ze informeren dat dat niet correct is. Simpelweg omdat de Zuidwestgrens nog steeds onderdeel is van de gesprekken tussen de beide nationale grenscommissies. Een dergelijk schrijven gaat vandaag dan wel morgen weer naar hun toe, omdat ze dat recentelijk weer gedaan hebben. Laat me ten aanzien van die kaart wel zeggen dat zowel internationaal, regionaal, maar ook nationaal de verkeerde kaart wordt gebruikt. En vaak ook door onszelf. Laat ik zeggen, door onszelf, niet op dit ministerie. We worden wel opgewezen. Maar elders wel. Dus er is een nationale verplichting om nou eens een keertje goed op te letten wanneer men kaarten gebruikt. In alle opzichten. In krantenartikelen, het kopiëren op social media, in presentaties. Het is verbazingwekkend hoe vaak, hoe makkelijk men daarmee omgaat. Voor ons is het vervelend, omdat elke keer dat het verkeerd wordt gepresenteerd in een document van onszelf, dan heb je bijna toegegeven dat die kaart er zo uitziet. Dat willen we niet. Dus wij doen dat niet. Als men uit veiligheidsoverwegingen of uit convenience, het is voor gemakkelijk, het zuidelijk deel even weg wil laten en een presentatie wil houden, we hebben dat afgesproken, verschillende malen. Dus wij letten daar wel op. Waarom die kaart internationaal zo wordt gepresenteerd, verschillende websites, er zijn een paar websites die het wel correct doen zoals wij dat zien uiteraard, is simpelweg omdat dit soort tradities of dit soort, het wordt gewoonte om een kaart maar gewoon te nemen zoals het is. Ook Nederland doet dat, ook de Amerikanen doen dat, het gebeurt overal. Het is aan ons, niet alleen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het is aan ons allen om ervoor te zorgen dat we de juiste kaart gebruiken. Het Diaspora Instituut Suriname bereidt zich voor op het Diaspora Seminar Winawan 2.0. Dit seminar vindt op donderdag 21 december plaats in samenwerking met het Diaspora Instituut Nederland en de Tapto Groep NV. Marciano Armaketo is directeur van het Diaspora Instituut Suriname. Hij gaat in gesprek met de Communicatiedienst Suriname uitgebreid in op de rol van het DIS en het doel van het seminar. Armaketo benadrukt vooral de eenheid en bijdrage van de Surinaamse diaspora. Laat me eerst aangeven dat het Diaspora Instituut Suriname geen voorzitter heeft, maar een directeur. Dit instituut valt rechtstreeks onder de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Waarom een Diaspora Instituut Suriname? U weet zelf, het diaspora gebeuren moet georganiseerd worden. Het moet gestructureerd zijn. Vandaar dat de regering besloten heeft om een instituut op te richten. En dit instituut heeft als taak, of een van de kerntaken, is natuurlijk het verbinden van diaspora, de Surinaamse diaspora, met ons land. Het faciliteren en het dienen. Dat zijn eigenlijk de drie kernwoorden, als ik dat instituut zo mag belichten. Heel erg belangrijk is het, omdat dit instituut ervoor moet zorgen dat er een beleid komt, een diaspora beleid komt. Er is nog geen diaspora beleid als zodanig, maar ik mag u eigenlijk verzekeren
dat heden ten dagen samen met IOM, de International Organization for Migration, gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een diaspora beleidsplan. Een duurzaam diaspora beleidsplan met daaraan gekoppeld een 5-jaar actieplan. Dus het beleid komt er. Het beleid komt er, het instituut is er en we moeten verder invulling geven aan het beleid. Laat me aangeven dat Diaspora Instituut Suriname ook geparticipeerd heeft in het eerste seminar, Diaspora Seminar Winawang 1.0. Wij hebben meer een faciliterende rol in deze. De logistieke zaken worden samen bekeken. Wij gaan de plek ook ter beschikking stellen, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf. Dus dat is de betrokkenheid eigenlijk als het gaat om Diaspora Instituut Suriname. Winawang drukt de eenheid van Suriname weer. U moet weten trouwens dat Suriname multi-etnisch bestaan. Als we kijken naar Diaspora Nederland, Diaspora USA, Diaspora België, waar ook ter wereld, we moeten ons eenvoelen om te werken aan de ontwikkeling van Suriname. Slechts als we die eenheid, met die eenheid naar buiten komen, tonen we ook dat we daadwerkelijk samen de ontwikkeling van het land ter hand willen nemen. Dus Winawang, het drukt de eenheid weer. De voorbereidingen verlopen heel goed. Ik moet aangeven dat we morgen een instructiedag hebben samen met TAPTO Groep NV. U weet zelf dat Diaspora Instituut Nederland erbij betrokken is. Wij werken met alle partners. U ziet zelf het ministerie van Buitenlandse Zaken, de PR-afdeling, de ICT. We doen alles om een heel goed seminar te organiseren. Met de Diaspora Instituut Nederland moet ik aangeven dat we een hele goede samenwerking hebben. Meneer Breuster en mijn persoon zijn haast elke dag in contact. We hebben Zoom-meetings, we wisselen ideeën uit. Ook met TAPTO Groep in dit geval. En we zijn natuurlijk blij dat TAPTO Groep ons helpt met het organiseren. We hopen natuurlijk ook dat andere partners, Surinamse partners, het voorbeeld van TAPTO Groep zal opvolgen. Maar ik mag niet klagen over de samenwerking. Er is een hele goede verstandhouding ook. En we leren van elkaar. En we staan open om zaken die verkeerd gaan te corrigeren. Er is heel veel werk aan de winkel. De diaspora heeft getoond bereid te zijn of te staan om Suriname te helpen. Suriname verder gezamenlijk te ontwikkelen. En ik denk dat met dit seminar van 21 augustus jongstleden, dat wederom getoond is door de diaspora om het samen met de Surinamers te doen. Vanaf het begin was er het Diaspora Instituut Suriname heeft een website. En op de website kan men registreren om je weet, de diaspora kan aangeven waarvoor ze hun bijdrage wensen te leveren, hun opleiding, etc. En met die informatie zullen we zeker werken. Indien een bedrijf in Suriname of een organisatie naar informatie vraagt over de diaspora, willen we die heel graag delen met ze. Maar op dit moment, ik heb u aan het begin verteld over de samenwerking met IOM zelf, werken we aan een diaspora beleidsplan en daarin is ook opgenomen een IT consultant die ook werkt aan de upgrading van de website. En er komt natuurlijk weer een deel. We gaan het professioneler doen, op professionele wijze, aan dataverzameling. Dus als dat zover komt, dan, ik denk dat het al in januari 2024 het geval zou moeten zijn, dan kunnen we weer starten met de registratie van de diaspora, om meer inzichten te krijgen over
hun datagegevens, om het zo uit te drukken. Wij hebben stakeholders, ook op alle ministeries. Weet, diaspora is heel groot. Op elk ministerie zijn er stakeholders. We hebben samenwerken met IOM. Wij proberen nu ook samen te werken met andere organisaties daarbuiten. Wij organiseren, of we zullen in de komende tijd ook veel trainingen gaan organiseren. We zullen meer naar buiten komen. Ja, we zullen meer naar buiten komen, vandaar dat we eerst aan onze website werken. Ja, toch? Dat is belangrijk. Ja, toch? Aan onze website werken om daarna echt die stap te maken, een grote stap te maken. Ik moet aangeven dat het komend jaar een heel druk jaar zal worden. Ik zal nog niets verklappen, omdat alles op 21 december aanstaande ook besproken zal worden aan de mensen. Er komt een hele grote activiteit in augustus 2024, waarbij elke Surinamer, elke diaspora betrokken zal zijn. Ik denk dat we met zulke activiteiten toch wel veel meer bekendheid zullen geven aan het instituut zelf, maar ook aan Tepto Group, aan elke partner die ons ondersteunt in deze. Wij hopen natuurlijk dat er concrete actieplannen neergezet zullen worden. Vandaar dat er deskundigen, diaspora-deskundigen zijn uitgenodigd om het seminar te bezoeken. En we willen met elke partner, met elke Surinamer, met elke diaspora werken. Vandaar dat Diaspora Instituut Suriname samen met Diaspora Instituut Nederland en Tepto Group besloten hebben om niet meer te gaan praten, maar om tot actie over te gaan. En vandaar dat we aan die actieplannen gaan werken en de beste eruit gaan kiezen om daarmee van start te gaan het komend jaar. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.